Forex. Dat doen we ook omdat we bij de live trading, waar we de vorige keer waren, wat vragen over of er ook wat meer uitleg kan komen. Dus dat doen we eigenlijk bij deze. Voordat ik begin met iedereen welkom te heten, kan iedereen het goed verstaan? Is het geluid goed? Ik denk het wel. Ik heb net al eventjes getest met Jan-Robert Schutte, mijn mede-presentator. Het geluid is goed, zie ik staan. Toch even wat mensen welkom heten, want jullie zijn er aardig wat al opkomen dagen. Ik zag er straks al Tokkers van Volksinfo. Erg leuk natuurlijk. Christopher Koma, Dirk Fontijn, Doenra Rivière. Jan-Robert, heb jij ook nog een aantal bekende namen langs die komen? Ja, een aantal. Goedenavond allemaal, ook namens mij natuurlijk. Goed dat jullie er zijn. Anja Smit zie ik ook, Erik Winters, Limon Piels. Oh ja. En Roen paardenkoper. Lee Jong is ook net binnen, zie ik. Dus nou, laten we snel van start gaan, Jelle. Ah, prima, prima. Ja, we hebben de capaciteit nog even snel uitgebreid, omdat het aantal deelnemers, het aantal inschrijvingen rap omhoog ging. Er is dus meer ruimte dan de vorige keer, dus kijken of er, want er waren nog wat meer inschrijvingen, of die nog langskomen. Nou, even een korte introductie van onszelf, voor degenen die er voor de eerst bij zijn. Mijn naam is Jelle Peters, ik ben forex-analyst en schrijver van het boek Forex voor ambitieuze beginners en de oprichter van forexinfo.nl. En mijn steun en toeverlaat ook vandaag is Jan-Robert Schutte, ervaren opstandelwaar, tech-analyst en medeoprichter van Oxyacademy.nl. Wij geven op 16 december ook weer samen een nieuw webinar, een live trading webinar, dus dan zijn jullie er hopelijk ook weer bij. In dit webinar gaan we ons richten op een stukje introductie van de Forex, met daarbij ook een aantal tips over hoe je succesvoller kunt traden. De reden voor is dat er gewoon een aantal mensen zijn die heel graag wel mee wilden doen met de live trading webinar, maar daar eigenlijk een aantal tools voor misten. En na die webinar kregen we een aantal vragen van mensen die zeiden, goh, kun je daar toch niet wat meer bij stilstaan? Nou, even vooraf zeg ik even dat natuurlijk ongetwijfeld willen jullie ook mensen zijn die al lang niet meer zo'n hele beginner zijn. En die horen dus misschien sommige dingen dubbel. So be it. Daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel aan doen. Omdat je kunt nooit zo cateren dat echt alleen maar één iemand, dat iedereen het goed, het precies het juiste niveau heeft. Okay, en Jelle, mag ik even inbreken? Ja. Is het oké voor de deelnemers om vragen ook gedurende de sessie te stellen? Dus als er echt iets onduidelijk is, dat ze daar even via de chat hun vragen kunnen poneren? Ja, goed punt. En dat is zeker de bedoeling. We willen, wat ik helemaal vergeten, Robert, inderdaad. Ja. Want we willen graag dat jullie actief meedoen. Dus als je vragen hebt, zeker ook straks bij de trading demonstratie, stel ze gewoon. Want daar zijn we eigenlijk voor. Kijk, je kunt het straks natuurlijk allemaal terugkijken, want we gaan het zeker ook op het YouTube-kanaal zetten. Maar ja, je bent er nu bij, dus als je vragen hebt, stel ze. Nog even een ander puntje. Bij de training demonstratie maak ik gebruik van een specifiek platform van Markets. Dus ik heb hier eventjes een link staan. Die is ook gelinkt aan een leuke aanbieding die we straks nog eventjes doen. Als je nog geen account hebt bij Markets, open dan even via die link een demootje. Jan-Robert heeft het net eventjes gedaan alvast. En die was in 30 seconden mee klaar, geloof ik, Jan-Robert? Ja, je hoeft alleen je e-mailadres in te vullen en wachtwoord. En dan kun je ook straks met ons meekijken bij een mogelijke trade bijvoorbeeld. Dus dat kun je heel makkelijk erbij doen. Ja, het is wel DigiBet kan dat. Ja, en sommige van jullie hebben natuurlijk al een account. En die raad ik dan aan. Start straks nog eventjes je account op. In de demo-versie, zodat je makkelijk mee kan kijken en ook misschien makkelijk vragen kan stellen. Dat je zegt van, nou, ik wil dit nog weten, dat nog weten. Schoon wat dat betreft niet, maar het is wel handiger als je weet waar je moet wezen. En nogmaals, die link is ook gekoppeld aan een leuke aanbieding op het eind nog kunnen, dus dan heb je nog wel vast. Kost niks en kun je makkelijk meekijken. Nou, we gaan snel verder. Even een korte introductie van de Forex. Voor degenen die dit verhaal eigenlijk nog nooit gehoord hebben. Nou, dit is de samentrekking van Foreign Exchange, dat lijkt me eigenlijk wel vrij duidelijk. Maar de Forex is pas echt een paar decennia oud. Afgelopen eeuwen was namelijk dit de allerbelangrijkste currency, goud. Eeuwenlang was goud, waren natuurlijk alle munten waard van goud of zilver, edelmetalen. En tot begin jaar 30 vorige eeuw waren ook alle valuta gekoppeld aan goud. Nou, wat gebeurde er dan in de jaren 30? Crisis, grote depressie, in de VS, natuurlijk ook in Europa. En omdat alles gekoppeld was aan goud, was het heel moeilijk om nieuw geld bij te krijgen. Ja, want in Amerika bijvoorbeeld was het zo dat de Amerikaanse staat mocht niet meer, moest voor ieder dollar, moest er 40% daarvan moest in goud worden aangehouden. Dus hoeveel goud je hebt, hoeveel geld je hebt. Nou, dat werd een groot probleem. Zo erg zelfs dat de president van de Verenigde Staten op dat moment, Roosevelt, net nadat hij president werd, zei dat hij al het goud wilde hebben. Want steeds meer mensen gingen goud thuis bewaren. En dat maakte het nog veel moeilijker om er iets mee te doen. Dus hij zei van, nou, ik wil al het goud moet naar de Secretary of Treasury. En vanaf dat moment werd ook de goudprijs veranderd van $20 per troy ounce naar 35. Om dus op die manier veel meer geld te creëren. Dat heeft overigens wel geholpen. Dan breekt de oorlog uit. Een maand na de invasie, in 1944, komen alle westelijke leiders bij elkaar. Er wordt dus nog volop gevochten in Bretton Woods. En die bedenken een nieuw systeem. En dat systeem is dat alle valuta worden gekoppeld aan de dollar. En de dollar wordt gekoppeld aan goud. Dus eigenlijk een soort getrapt, toch weer gouden standaard systeem. Dat heette de Golden Exchange. Nou, dat blijft een aantal decennia goed gaan. Maar de dollar wordt eigenlijk, de Amerikaanse positie wordt eigenlijk zwakker in de decennia na de oorlog. Vietnamoorlog breekt uit en dergelijke, dat is allemaal heel erg duur. Dus de dollar is eigenlijk te duur. En de goudhoeveelheid van de Amerikanen slinkt ook enorm. Want zij zijn dus degene die moeten garanderen dat ze het goud inwisselen voor iedere dollar die op tafel wordt gelegd. En dan in 1971 schaft Richard Nixon, die zie je hier, president, die schaft de gouden standaard voor de dollar af. Dat gaat echt overnight en dan hebben we dus een nieuw systeem. Namelijk wat ze dan noemen de free floating currencies, dus de Forex. Nou, die is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Dit plaatje laat dat een beetje zien. Dit is van 2 jaar geleden. Wat je hier ziet is de dagelijkse marktkapitalisatie, de dagelijkse turnover, dagelijkse volume van de verschillende markten. Je ziet daar dus de valutamarkt. Het is 5,3 triljoen, oftewel 5300 miljard per dag. En als je dat afzet tegen bijvoorbeeld het volume van de beurs in New York van 28 miljard, dan kun je zien dat de Forex echt een enorme markt is. En wie zijn nou de belangrijkste spelers dan op de Forex? Nou, dat zijn de grootbanken. Je ziet hier een rijtje staan, ik hoop dat iedereen het goed kan lezen. Bovenaan staat ook bij ergens, of niet, Jelle? Ik sta hier zelf nog niet bij. Ik ben in onderhandeling. Nee. Ja, hier moet je wel een grote jongen voor zijn, hoor, waar je hier een grote rol bij spelen. Maar bijna al deze banken ken je waarschijnlijk ook wel. Ik bedoel, Citi is een grote Amerikaanse bank, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan. Dat zijn de schurken die ook langskwamen bij de grote crisis, zeg maar, van een paar jaar geleden. Dus ja, dat zijn echt de grote partijen die onderling heel veel valuten met elkaar handelen. En daarnaast heb je natuurlijk de centrale banken. Die zijn ook erg belangrijk. Die handelen ook direct op de Forex. Ik denk dat jullie allemaal wel kunnen zien waar de verschillende plaatjes voor staan. Linksboven hebben we de Federal Reserve en daarnaast de Europese Centrale Bank. Linksonder de Bank of England, dan de Bank of Japan en daarnaast de People's Bank of China, die ook steeds belangrijker begint te worden. Die zijn ook actief. Jelle, mag ik jou een vraag stellen? Je hebt dus een centrale bank, hè, de ECB, de European Bad Bank, waar al die waardeloze leningen worden opgekocht. Maar kun je misschien ook uitleggen hoe de Fed opereert? Want het is een stelsel van centrale banken, hè? Dat is een stelsel van centrale banken. En je hebt verschillende regio's in de VS. Dus je hebt Atlanta, New York, Chicago. Die hebben allemaal hun eigen centrale bank. De presidenten van die centrale banken, dus van die regionale centrale banken, Die zitten vervolgens weer samen in het, wat ze noemen het Federal Open Market Committee. Dat is eigenlijk het comité dat gaat over het monetaire beleid van de Fed, als we het dan hebben over de Fed. En het stemrecht daarbinnen, dat roleert. Dus niet iedere regionale Fed-president heeft ook altijd stemrecht. Maar dat roleert en dan heb je voor 2 jaar, soms ook wel voor langere tijd, overigens heb je steeds weer nieuw stemrecht. En zij besluiten dus iedere maand, nemen ze een nieuwe rentebesluit. Dat is natuurlijk wel een leuke vraag, omdat aankomende 16 december wordt er opnieuw vergaderd door het FOMC. En de verwachting is dat ze dan voor het eerst sinds 9 jaar de rente gaan verhogen. Met een heel klein muizenstapje van 0,25%. En wij doen dus het live trading webinar. Dat was een beetje het plan, geloof ik, een kwartier van tevoren voor de presentatie van Janet Yellen. Die gaat een persconferentie geven. En dat we dus een kwartier van tevoren beginnen met het live trading webinar. En dan gaan we met z'n allen kijken wat er gaat gebeuren als Yellen begint. En proberen om daar goede positie op in te nemen. Dus als je een fan bent van nieuws traden, van live traden, dan moet je er eigenlijk bij zijn. Dat wordt een leuk feest. Dus goede vraag. Naast centrale banken heb je natuurlijk ook multinationals. Dat zijn ook grote spelers op de Forex. Die hebben activiteiten in heel veel verschillende landen. Daar moeten ze lonen uitbetalen, daar hebben ze afzetmarkten. Die worden dus ook beïnvloed door valutakoersen. Maar daar zijn ze natuurlijk niet zo blij mee. Dus die nemen posities in om af te dekken. Eigenlijk zoals hedge funds dat ook doen. Maar die doen dat dus ook, hedge funds. Maar multinationals hebben daar meer echt een direct belang bij. Omdat ze dat voor een bedrijfsactiviteit nodig hebben. Ik zie dat het geluid volgens sommigen niet zo heel goed is. Maar ik zie dat de meeste mensen zeggen dat het geluid wel goed is. Moet ik het wat dichterbij houden? Is dat misschien beter? Is dit beter zo? Ja, ik denk dat 80% wel geluid heeft. Als er dus problemen zijn, wat wel eens kan helpen, is dat je even uitlogt en weer inlogt. Jij niet, Jelle, maar de deelnemers. Nee, ik niet. Maar Jij niet. De andere, oké. Nee, dat is goed advies. Dan ga ik nu in ieder geval verder, want ik zie dat eigenlijk inderdaad vrijwel iedereen zegt dat het geluid prima is. Ja. Voor degene die dus beter geluid willen, kunnen eventjes proberen om opnieuw in te loggen. Nou, behalve de multinationals en de hedge funds en de centrale banken en de grootbanken zijn natuurlijk ook nog de particulieren. Dat gaat van deze Chinese breiers, Chinezen zijn dol op handelen op financiële markten, tot wat meer professionele mensen die gewoon thuis zitten te traden en die wel wat professionele opstelling hebben. Sommige mensen gaan nog een stapje verder en die gaan misschien ook wel iets te ver volgens sommige mensen. En dan krijg je een trainingstation wat er zo uitziet. Ik kan je wel zeggen in vertrouwen dat dat niet nodig is om succes te hebben. Je hebt niet per se 32 of wat zijn de 16 schermen nodig om succesvol te worden. Maar het ziet er wel mooi uit, dat is waar. Erik zegt dat lijkt wel op mijn kamer. Oké. Ja, één scherm is voor mij meestal ook genoeg. Maar goed, dat betekent niet dat je niet meer scherm kunt gebruiken. Maar dit is wat iemand overdreven. Dus maar ik dacht, we doen het even bij. Nou, dan even kort. Even voor degene, een heel klein laagje. Van wat is nou het verschil eigenlijk met aandelen? Daar heb ik een paar dingen opgeschreven. Valuta, dat weten jullie inmiddels natuurlijk al wel. Maar ik zeg het toch even. Worden allemaal verhandeld in paren. Dus je kunt iedere currency kun je tegen iedere andere currency verhandelen. Ik heb hier een paar belangrijk opgezet. Maar in principe kun je iedere valuta tegen iedere valuta handelen. Alleen, hoe minder liquide dat paar, hoe groter de spread. Want liquiditeit betekent dat het minder risico heeft voor de broker om de transactie op te pakken. Naarmate de kans... naarmate het moeilijker wordt om een markt te vinden voor jouw order, gaat de spread omhoog. Is dit ook afhankelijk van het aanbod van de broker? Ja, maar dat hangt met elkaar samen, omdat de meeste mensen zijn ook niet geïnteresseerd, de meeste particulieren zijn niet geïnteresseerd om in het verhandelen van de Nieuw-Zeelandse dollar tegen de Zuid-Afrikaanse rand. Daarom is het, zij bieden ook niet alles aan. Even als antwoord op de vraag van Oswald. Er is geen onderliggende waarde zoals bij aandelen. Dat zag je eigenlijk net met goud. Hè? Daarom heb ik dat er bewust eventjes bij gedaan. Want vroeger was het dus wel onderliggende waarde aan valuta. Maar dat is nu niet meer zo. Het is echt allemaal gebaseerd op vertrouwen. En er is ook geen natuurlijke opwaartse koers. Hè? Want in principe... Ja? Ja. Robert, kun jij nog uitleggen? Want voor degene die niet echt... veel met valuta nog handelen, dat je dus die valutaparen, dat het dus bestaat uit een base currency en een quote currency. Want sommigen vinden het heel lastig, maar je hebt dus, je verandert 1 euro versus de dollar, en dat betekent dus dat de euro wordt uitgedrukt in dollars. Als je bijvoorbeeld Japanse yen hebt, dan is dat zoveel Japanse yen voor 1 dollar. Dan is het precies andersom. Ja, dat is een goed punt. Dat heet inderdaad base currency en quote currency. Wat je eigenlijk moet, wat misschien beter is om wat makkelijk is om te onthouden, is gewoon dat je de valuta die het eerst wordt genoemd, die valuta is zeg maar dan, die staat op 1. En de tweede valuta die je het tweede hebt genoemd, is hoeveel van die valuta je nodig hebt om die eerste valuta te kopen. Dus de euro-dollar. Misschien is dat het makkelijkst om te onthouden, om gewoon de euro-dollar altijd als uitgangspunt te nemen, omdat we nou eenmaal zelf met de euro werken en de dollar zo ontzettend bekend is. Dus als de euro-dollar 1,05 is, dan betekent dat dat je 1,05 dollar nodig hebt om 1 euro te kopen. Ja, het was ooit 1,60, maar dat is het nu niet meer. Het was overigens, voor degenen die dat willen weten, ooit ook 0,88. In die tijd is warm... ik geloof inderdaad nog wel lager. Toen Warren Buffett in de markt sprong, omdat hij zei dat de euro zwaar ondergewaardeerd was en dat hij daar echt enorme bedragen heeft verdiend. Maar goed, hij is dus nu 1,05. Hij is overigens al, als je nu nog 150 pips vanaf zou halen, als je gaat van 1,05 naar 1,0400, dan zijn we wel op de laagste stand sinds 2003 of zo. Om even een idee te geven dat we wel echt wel dicht zitten bij een hele lage stand over de tijd gezien. Oké, ik zie hier iemand zeggen, maar Rick, als je een vraag formuleert, dan kan ik naar kijken. Wat doen de meeste beginners nu eigenlijk fout? Hè? Want dit is wel eventjes simpelweg de uitleg van zeggen, wat gaat er nou meestal mis? Nou, ik heb daar gewoon een heel simpel plaatje van gemaakt van het platform waar we zo mee gaan handelen. Wat doen nou de meeste mensen als ze net een account hebben? Dan pakken ze bijvoorbeeld, dan zien ze de grafiek van de euro-dollar. Dan denken ze, nou, die gaat waarschijnlijk naar beneden. En dan zeggen ze, nou, ik ga sell. En ze doen verder eigenlijk helemaal niks. Dus dan zeggen ze gewoon eigenlijk, ik doe positie van twee standaard lot sizes. Dus echt flinke positie. Geen stoploss, geen take profit, gewoon, hij gaat vast naar beneden. En dan vervolgens gaat dat niet dan zo bijvoorbeeld. En dat kan ook de andere kant op gaan. En dan zeggen ze, ja, maar dat keert nog wel om. En dan blijven ze net zo lang zitten totdat ze leeg zijn. Ja, we lachen er nu om, maar dat gebeurt echt regelmatig. Kijk, niemand zal zeggen dat je van de ene dag op de andere dag een professional wordt als valutahandelaar. Dat zal je mij ook niet horen zeggen. En ik ben ook zeker niet zo'n goeroe die zegt van, blijf met mij en dan... zal je altijd geld verdienen, want daar heb ik een enorme hekel aan. Ik kan je wel dit zeggen, als je een paar simpele regels volgt, hoef je echt niet je account op te blazen in 3 minuten. Dat beloof ik je, dat hoeft echt niet. Maar dit is dus wat vaak fout gaat. Nou, wat heb je nou minimaal nodig? Oké, ik vraag het even aan de groep. We zijn inmiddels met 50 man. Eerst natuurlijk het boek van Jelle lezen, dat spreekt voor zich. En geld is ook wel handig. Maar stel dat je dat hebt, geld en mijn boek, en je gaat ervoor. Wat jullie vast wel een keer gehoord, wat heb je nou nodig om in ieder geval solide te kunnen handelen? Hij gaat komen. Strategie, stoploss, geluk, platform, ballen. Geluk. Dat is eigenlijk allemaal waar. Ik zie hem staan, dan komt hij in de bingo is voor René Langer. En trainingplan heb je nodig. Ja. Je hebt eerst een plan nodig. Ja, dus ik overigens alle anderen die mee hebben gedaan aan deze korte quiz. Jullie hebben het ook fantastisch goed gedaan. Oh, Pim Snoek zei het ook. Sorry Pim. Want ik zag ineens heel veel langskomen. Maar ja, je hebt in ieder geval ook een tradingplan nodig. Nou, wat is dan een tradingplan? Het zit eigenlijk aan dit plaatje. Het is eigenlijk heel makkelijk. Je hebt een bepaald idee nodig en theorie. Die test je uit. Als die werkt, dan is het hartstikke mooi. Als die niet werkt... dan moet je hem gaan, je evalueert, je past aan en dan ga je opnieuw nadenken en dan ga je dat gaat aanpassen. Nou, wat is dan, hoe ziet een tradingplan dan uit? Dus wat zijn nou de elementen van een goed tradingplan? Nou, ten eerste, en daar komen we eigenlijk een beetje op wat ik net al langs zag komen in de chat, heb je een aantal parameters moet je formuleren waaronder je gaat handelen. Hoeveel geld heb je beschikbaar? Hoeveel tijd heb je beschikbaar? Wat ligt je wel qua strategie en wat ligt je niet? Dus wat is je risico, je risk-reward ratio die je accepteert? Dat soort dingen, dat moet je eigenlijk van tevoren formuleren. Want een van de geheimen, want we komen daar verder natuurlijk nog wel op terug. Maar een van de moeilijkste dingen voor mensen is om zich te houden. Om je te houden aan je tradingplan. Wat dan helpt, wat het makkelijker maakt om je eraan te houden, is als je vaste parameters hebt waaronder je altijd trade. Want dan kun je namelijk ook heel snel zien wanneer je daar buiten treedt. En wanneer je dus eigenlijk bezig bent met iets wat waarvan je wel weet dat dat eigenlijk niet jouw ding is. Dus daarom is het slim om dat soort parameters te formuleren, voorwaarden te formuleren waaronder jij zal handelen. Daar hoort ook bij een soort instapmoment en een soort uitstapmoment, evaluatie en verbetering. Ik heb een voorbeeldje gegeven. Dit is overigens maar een eenvoudig voorbeeld. Nogmaals, ik ben geen tradinggoeroe die zegt van nou zo moet je het doen. Het is maar even om je te laten zien hoe je zou kunnen werken. Dus je hebt zegt van nou, als parameters wil ik doen, ik wil intraday doen en alleen maar range trading. Dus heen en weer, geen trend trading. Ik doe alleen maar de euro-dollar. Wat overigens helemaal niet zo'n dom idee is, want dan word je daar namelijk ontzettend goed in. Je doet, omdat je niet zoveel kapitaal begin je met een 10e lot. En je wil minimaal 1:1 risico-winstverhouding. Dus als je, even simpel gezegd, 50 pips riskeert, dan doe je dat omdat je ook minimaal 50 pips wil winnen. Even nog aan Oswald een vraagje of de info beschikbaar is in een pdf of ppt. Ja, wat u het al zegt, de sessie wordt opgenomen en de link wordt toegezonden. En de video komt ook op YouTube, op ons kanaal, wat eigenlijk net pas is opgezet. Dus dat komt goed. Nou, wat is dan een goed instapmoment? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik doe terugkaatsing van steun en weerstand. Als de candle gesloten is, dan stap ik in. Uitstappen als je aan de andere kant van de range komt. Elke maand doe ik evalueren en naar aanleiding daarvan verbeter ik. Ik denk niet dat jouw systeem geen verbetering nodig heeft, want ieder systeem heeft verbetering nodig. Want ieder systeem heeft ook lekken. En dat je ziet van, hey, dat eigenlijk werkt het bij niet zo goed als ik rond die tijd trade. Of als ik een positie neem die zus en zo groot is. Of als ik, nou, vul maar in. Kijk gewoon kritisch naar je systeem, hou daar dus ook bij van wat je doet. Maar tegenwoordig, al die brokers, die houden het allemaal heel netjes voor je bij. Het heeft zeker zin om dat te doen. Ja, ik zie, er zijn al mensen die zeggen, ja, maar ik doe de evaluatie per maand. Dat ben ik het mee eens, hoor. Je kunt het ook best vaker doen, maar je moet het ook weer niet te vaak doen. Dan kom je ook in de verleiding om heel snel aan te passen. En dat is ook niet altijd goed. Nou, de grote hamvraag is natuurlijk, hoe bepaal je nou je in- en uitstapmoment? Dan komen we weer bij de goeroes die zeggen, mijn systeem werkt het beste. Volg mijn systeem en dan verdien je heel veel centjes. Ik zou je aanraden om in ieder geval ook zelf te leren een goed in- en uitstapmoment te formuleren. En daarvoor zul je toch zelf aan de bak moeten. Namelijk middels technische analyse en fundamentele analyse. Wat is nou technische analyse? Ik denk, ik schrijf het maar even op, want sommige mensen, ik weet dat sommige beginners denken, oh jee, dat klinkt allemaal zo academisch. Maar het is helemaal niet zo heel moeilijk. Technische analyse is niks anders dan het bestuderen van koersen uit het verleden, met als doel om toekomstige koersen te voorspellen. Dat is waar het op neerkomt. Niemand heeft een glazen bol, niemand weet zeker welke kant het op gaat. Maar koersen zijn ook niet willekeurig. Dus je kunt kijken naar koersen en dan kun je wel vaak uitspraak doen over de toekomst. Ik neem bijvoorbeeld dit voorbeeld. In de chat, wat vinden jullie? Als je deze grafiek nou ziet, wat gaan we dan doen? Gaan we, gaan we omhoog, gaan we naar beneden, blijven hetzelfde? Zo, maar even hoeft. Ja? No. Ja, ik heb nog een beetje Neem het heel even open, Jan-Robert. Heel even wachten. Ja, is goed. Nou, wat je hier dus ziet is een euro-dollar nou, met een behoorlijke downtrend. En je weet niet waar de bodem ligt. Ik zal een aandachtspunt geven. Probeer niet de bodem te gokken. Ik heb ook altijd de stelregel van don't catch falling knives. Want het kan je duur komen te staan. En... maar dan kun je wel bijvoorbeeld intunen op bijvoorbeeld een minuutgrafiek. Als je bijvoorbeeld 5 minuten handelt, kun je op 1 minuut fine-tunen. Dus ik pak altijd 2 timeframes. Als je op de week handelt, kun je bijvoorbeeld de dag pakken. Dan pak je de langere trend. En dan heb je dus een setup. Dan moet je voor jezelf creëren. Dan moet je kijken wat jouw voorwaarde is om in de markt te gaan. Long of short. En voor de trigger... Dan kun je een lagere timeframe pakken om daar dan op in te spelen. Ja. Wat ik ook altijd doe, ik zit er ook met opties en ook in aandelenopties. Met aandelen of met valuta. Trends die kunnen zich langer voortdoen, of kunnen langer doorgaan dan je denkt. En ik zie liever een koers 2 keer voorbij komen dan 1 keer. En wat wil ik mee zeggen? Ik zie hier een koers van 105,576. En dan zie je dus dat het echt rond de low is. Als het de eerste tik is, als het een nieuwe low is, zou ik niet gelijk gaan kopen. Dan ga ik liever wachten totdat het een steady base is. En dat je naar een trading range een doorbraak van de weerstand hebt. Nou goed, dat is iedereen heeft zijn eigen stijl. Maar het draait om mijn idee. We hebben straks een voorbeeld van de Aussie dollar. Het draait om de trend. Je moet momentum hebben in de markt. Je moet niet voor de rijdende trein springen. Niet voor de Vira. Oh nee, die dat is niet zo erg. Als je voor de Vira springt. Toch? Want die rijdt niet. En nog? Hallo? Nee, wacht even. Ik zie dat Jan-Robert is uitgegooid. Heeft hij zichzelf uitgegooid. Kunnen jullie mij nog wel horen? Hij is gewoon heel boos. Hij is boos weggelopen. Ik denk dat hij zo alweer inkomt. Ik zal het even overnemen weer. Ja, Jan-Robert heeft een goed punt. Als je echt voor de eerste keer komt, dan is het alweer heel anders dan voor meerdere keer. Daarom heb ik ook de vorige grafiek ook bij gedaan. Dit is ook de euro-dollar. Maar dan van een maand. Of sorry, van een week. Dus elke candle is 1 week. En dan zie je dus dat hij al eerder bij dat punt is geweest. Ja. En dat we nu een beetje op een make-or-break moment zitten. Dit is overigens, wat we nu aan het doen zijn, is allemaal technische analyse. Wij kijken naar koersen uit het verleden. En wij zijn een uitspraak aan het doen over koersen over de toekomst. Ik denk dat de meesten van ons het wel mee eens zijn dat, gezien het moment waar we nu zitten, puur op basis van technische analyse, ook helemaal niets van de ECB en wat die allemaal gaan doen en dergelijke, dat de kans groter is dat we verder gaan dalen dan dat we weer gaan stijgen. Momentum is wel tegen de dollar, of tegen de euro op dit moment. Ik kijk ondertussen eventjes of Jan er gewoon tussen staat. Ik denk het eigenlijk niet. Hij is echt even verdwenen. Nee. Nou, we gaan daar even verder. Hij komt zo weer terug. Misschien moet hij ook wel even een glaasje water pakken. Nou, dan heb je een hele simpele technische analyse die ik hier doe. Waarbij ik zeg, nou, ik pak even steun- en weerstandslijn. Dit is de Australische dollar. Oh, wacht, ik zie dat Jan-Robert weer terug is. Om even weer presenter te maken, dan moet ik even kijken waar hij staat. Zo. Ja, ik zie je staan, Jan-Robert. Want het was toch een beetje, het was een beetje koud zonder jou. Maar nu ben je weer terug, toch? Ja, oké. Dan moet ik je nou die geluid ook eraan zetten, natuurlijk. Oké, daar gaat hij. Sorry voor de onderbreking, jongens, maar... Zonder Jan-Robert is het feest toch niet hetzelfde. Sorry voor de opmerking over de Vira. Hartstikke goede trein. Nee. Excuses, maar stop los werd geraakt. Nou, we zijn al even verder. Ik laat eventjes zien dat we wat je ook kunt bereiken met hele simpele technische analyse zoals steun- en weerstandslijnen, waar je toch een beeld al kunt krijgen van een valutapaar. Over een ander plaatje, we gaan dadelijk bij de live demonstratie gaan we hier ook naar kijken. Dan zien we, ik heb hier onderaan heb ik de RSI erin gezet, de Relative Strength Index. Die laat zien of je in een situatie zit waarin je waarin er gewoon overbought of oversold situatie is, dat je eigenlijk het momentum eigenlijk te hoog is, dat het eigenlijk dat er een terugslag gaat komen. En die bovenste, die roze grafiek, of zo'n grafiek, die roze lijn, dat is de Simple Moving Average over een periode van 200. En dan kun je dus zien dat de gemiddelde prijs over de afgelopen 200 periodes de afgelopen tijd steeds lager is gekomen. Nou, dit is allemaal technische analyse wat we nu aan het doen zijn. Want we zijn aan het kijken, en zo'n SMA en zo'n ERC, daar kijk je eigenlijk naar de ontwikkeling van de koers. Hè? Maar het idee blijft hetzelfde, je kijkt naar koers uit het verleden en dan probeer je iets te zeggen over de toekomst. Nou, de ERC is wel een belangrijke indicator, ons wat vraagt erom. Omdat het een hele goede momentum indicator is. Dus die kan heel goed zeggen van ja, zijn we misschien een beetje aan het overshooten zoals je dat zegt. Hè? Dus dat we eigenlijk te ver zijn gaan in één keer en dat er dan een terugslag komt. En dan kun je dus eigenlijk in één oog zien, als die tussen die twee blauwe lijnen, hier zijn het dan blauwe lijnen, lichtblauwe lijnen zijn, kun je zien dat je eigenlijk op dit moment nog in een vrij normale beweging zit. Nou, we komen daar nog even op terug. Ja, fundamentele analyse is natuurlijk ook nodig. En dus wat is dat dan? Nou, dat is het bestuderen van krachten die invloed uitoefenen op aan de valuta ten grondslag liggende economie. Daar hoef je echt geen econoom voor te zijn, want sommige mensen denken hier ook bij, denken, oh nee, dat gaan we echt veel te ver. Het is allemaal niet zo heel moeilijk. Ik even een plaatje erbij van waar je dan aan moet denken. Ik neem nou bijvoorbeeld hier deze vier elementen. Hier heb je linksboven het plaatje bijvoorbeeld gaat over de Amerikaanse werkgelegenheid. Dus wat is belangrijk? Hoe gaat het met de economie? En als het goed gaat met de Amerikaanse economie, dan komen de banen bij. Als het slecht gaat, gaan de banen af. Nou, de Federal Reserve en het beleid van de Federal Reserve, maar ook van de ECB en van de Bank of England, dat oefent ook impact uit op de economie en dus ook op de valuta. Nou ja, import, export, de Chinese economie heeft natuurlijk ook invloed. Zeker ook op Australië, omdat Australië zo belangrijk, zo afhankelijk is van China. En daar heb ik rechtsonderin een plaatje van een economische kalender, die ik zelf ook gebruik. Dus dan kijk ik gewoon naar hoe zijn de cijfers binnengekomen. Dus wat is bijvoorbeeld de inflatiecijfers, of wat zeggen inkoopmanagers, of wat was de... het zijn de kwartaalcijfers van de Duitsers of de Amerikanen. Nou, dat helpt. Daarmee kun je daarmee krijg je een beeld van hoe de economie er ongeveer voor staat. En daardoor heb je ook toch meer inzicht in de grafieken waar je naar kijkt. Zoals nu, wij kijken net naar de euro-dollar. Deze grafiek, Peter, is van Forex Factory. Die gebruik ik zelf ook altijd. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de euro-dollar op dit moment, dan zie je dus dat die staat dus heel laag. Maar waarom staat die dan zo laag? Nou, dan is het wel handig om te weten dat aankomende donderdag de ECB bij elkaar komt en dat de verwachtingen zijn dat ze een extra geldverruimende maatregelen gaan nemen. Dan kun je wel zeggen, nou, ik ben een technische trader, dus mij maakt het allemaal niet uit. Maar als jij donderdag in een technische trade zit, omdat jouw signaal zegt, je moet de ene kant op en vervolgens zegt Mario Draghi, nou, het gelijk best wel goed, we gaan eigenlijk niks doen. Dan kan je je voorstellen dat de euro dan ineens omhoog schiet. Omdat op dit moment iedereen denkt dat ze wel heel veel gaan doen. En dus... zegt hij dat dan, Jelle? Nee, zegt hij. Ja. After a lot of consideration, we have decided that for the moment it is better to do nothing at all. But we will revisit next month. After Christmas. Nou, dan zegt hij zoiets. En dan knalt de euro door het dak heen. En dan zit je dus mooi aan de verkeerde kant. Als jij dacht dat het de andere kant op zou gaan. Dus even daarvoor deze korte imitatie. Nou, dan een vraag die ik ook vaak krijg. Ook op seminars die ik heb gegeven en webinars. Van, wat is nou belangrijker? Nou, ik denk dat het wel duidelijk is wat het antwoord op deze vraag is. Het is allebei belangrijk. Je kunt, dat is een goede vraag voor de deelnemers. Wie meer de fundamentele analyse aanhangt en de andere de technische analyse. Ah, dat is wel een leuke, ja. Ja. Wie van jullie, wat doe je het meeste mee? Doe je het meeste met technische analyse of met fundamentele analyse? Dit is nou TA of FU, zou ik zeggen. Of FA. Ja, meer technisch, zie ik. 50-50. Ja, veel technische analyse, ja. Kijk, technische analyse is zeker erg belangrijk. Voor mij is het ook echt een basis. Ik geloof dat ik ooit een positie heb geopend zonder naar de grafiek te kijken. Ik weet wel ook altijd wel fundamenteel waar we zitten. En dat helpt wel, maar dat is, dat is meer een leidraad is het. En zoals Buffett toen hij dus destijds instapte, omdat hij zei, ja, de euro is eigenlijk veel te laag gezien hoe het gaat met de Europese economie. Ik weet niet of hij toen ook naar de grafiek gekeken heeft, ik denk het wel. En daarna heeft hij waarschijnlijk zijn geld te tellen. Het is wel een leuke vraag dat, om zo eens te kijken. Ja, en ik zeg, Jelle, ik denk dat fundamentele analyse, ga je kijken wat je moet kopen of verkopen voor de lange termijn. En ik denk dat de TEA meer voor de fine-tuning is voor wanneer je wat gaat doen. Dus voor de timing. Ja. Zo zie ik het, ja. Ja, daar heb je een goed punt. Dat je in ieder geval weet waar je zit in de beweging ongeveer. En wat de onderliggende logica is. Ziet iedereen nu de grafiek, het scherm van het tradingplatform? Dat heb ik net even snel opgezet. Oké. Dan doe ik even een korte demonstratie, want dat is toch wel leuk om te doen, denk ik. Ik neem aan dat iedereen in ieder geval de kans ook heeft gehad om het platform eventjes te downloaden. Ja, het saldo is... wacht even, ik zal even een beetje kijken verschuiven, kan ik de chat wat beter zien. Het saldo is van het demo-account. Ik heb maar een paar tradejes gedaan. Op gebouwd van 100. Nee, het is natuurlijk bedoeld dit om aan jullie te laten zien hoe het werkt. Dus daarvoor hoefde ik niet een live account te gebruiken. Voor degenen die een klein beetje uitleg behoeven... ik zal over het platform zelf niet altijd veel zeggen, want dat wijzigt ook al een beetje vanzelf. Kijk, het is natuurlijk... ik heb hem hier gezet op de majors. En hier staat hij op de euro-dollar. Wat hebben wij laatst nog hoe heet dat ook weer met die trade, Jeroen, die we gedaan hadden bij de live trading webinar? Hoe is dat afgelopen? Ja, even een vraag. Kan iedereen een chart zien? Julian Terpstra, die kan het niet zien. Hey. En die andere? Yes. Oké, nou goed. Julian... ja, iedereen kan het zien, dus misschien is die bij jou blijven hangen. Misschien is die bij dingen blijven hangen ofzo, dat hij hem nog niet kan zien. Want hij is voor iedereen verder kan hem dus wel zien. Ja, misschien even opnieuw inloggen. Want als jouw scherm niet ververst wordt, dan zou je het niet zien. Nee, want wij hadden laatst toch bij het live trading, we hebben een trade gedaan in de Australische dollar. Ja, daar wil ik even op inhaken. Ik zie dat Oswald zegt, handelen in CFD's, het gezicht van opties is gaaf. Nou, ik denk dat je allebei een combinatie kunt doen, maar dat is voor een andere sessie. We hebben bij de vorige sessie op, even kijken, 12 november, hebben wij een live trading sessie gedaan. En misschien kun je even inzoomen, Jelle, op 12 november. 12 november? Gedaan. Ja, dan zal ik even een paar handvaten zetten. Dat is, als je een positie gaat innemen... Ja, hier zo is dat. Probeer multiple lots. Ja, multiple lots probeer dan in te leggen. Dus dat je posities kunt innemen waarbij je dus gedeeltelijk kunt afbouwen. Nou, we hebben op een stand van 0,7122 twee posities ingenomen. Hebben een stoploss ingelegd, heel kort onder de 0,69. En een iets Robert, kun je iets dichter bij de microfoon praten? Want volgens mij zie ik een aantal mensen die zeggen dat ze het niet goed kunnen horen. Ah, oké, ja. Ik hoop nu beter. Ja? Ik hoor je prima. Oké, prima. Nee, dat twee posities op 0,7122. En hebben wij twee stoplosses gegooid. Eentje op 0,69 en eentje op 0,68. Dus onder de lows. En eentje hebben wij in ieder geval met een take profit van om en nabij €350. Dat was iets van 150, 200 pips was dat. En eentje loopt nog. Die hebben wij op een take profit op 0,7390 gezet. En die loopt nog. En dat zien we nog... die trailingstop hebben we daarop gezet. Die. Precies, die trailing is gewoon gepakt. En die andere loopt nog op iets van €600 winst. En we hebben al vast op 0,739, dus onder de high van oktober, de tweede verkoop ingelegd om uit te gaan. Dus we gaan even kijken, laten we gewoon lekker lopen tot de 16e. Ja, wat ook de bedoeling is, de 16e, dat wij ook als de Fed bijeenkomt met een rentebesluit op de 15e, dan komen ze bijeen en de 16e gaan zij een rentebesluit maken en dan ook naar buiten treden. En dan gaan we kijken. Oh, dat is helemaal Julian, dat je niks kunt zien. Maar in ieder geval op de 16e, gaan we kijken om 8 uur hoe de euro-dollar dan als een jekko heen en weer gaat. Oh ja, want dat moet je nog even niet vertellen, want dat is voor het einde dadelijk, jongens. Want we hebben nog een leuke... dat doen we even op het einde. We hebben een soort van leuk prijsvraagje voor een seminar wat we binnenkort gaan geven. Maar dat wilde jij volgens mij nu gaan verklappen. Maar goed, want dan komt er niks van. Nee, ik ga niks verklappen. Maar in ieder geval, sorry voor als je instapt dat je met multiple contracts erin gaat. En dat je gedeeltelijk eruit kunt gaan. En dat je stop-losses. Je mag één ding wel doen. Nee, je mag twee dingen. Nee, je mag één ding niet doen. Dus stop-losses in je negatief voordeel of in negatief nadeel dan aanpassen. Ja, als je stop-loss hebt ingelegd, ga niet zeggen, oh nee, ik trek hem toch even van mij af. Dat is overigens meteen een van de eerste fouten die beginners maken. Die zitten namelijk helemaal geen stop-loss. Die zeggen gewoon, zeggen bijvoorbeeld, oké, deze Australische dollar ziet er erg goed uit. Dus ik ga kopen. En dat kan. Je kunt gewoon zeggen, nou oké. Leg je de order in en klaar is die. Hij is hem nu eventjes aan het afleggen. Oké, ik zie dat. Maar dat is natuurlijk op zich niet zo heel slim. Je kunt veel beter wel meteen een stoploss erbij leggen. Ik zie dat nu een beetje... Of ik zelf iets verkeerd heb gedaan hier. Want hij is ingelegd. Nou, kijk, hier is nu de order ingelegd, maar ik doe het ook wel, dus ik geef het eerlijk toe, dat ik zeg van, ik open de order eerst en daarna leg ik de stoploss en de take profit in. Maar je moet het nog steeds wel altijd doen. En hier zou je kunnen zeggen, ik vraag me af of dit een verstandige order is, maar ik doe het maar even, even te laten zien. Dan kun je zeggen, nou, ik leg de take profit, waar leggen we die dan in? Nou, dan leg ik die in... ik denk dat ik vraag me af of het nog heel veel ruimte naar boven is. Maar zeg dat we de take profit inleggen bij 0,75. Dus dan zeggen we 75. En dan laat hij dat wel. Ja. Ambitieus, ja, maar als je dan helemaal erin stapt, dan moet je toch een beetje in geloven. Het is ook maar een demo hier, dus ik kan dat heel makkelijk laten zien. Dat is ook overigens wel voor jullie ook goed. Daar kun je natuurlijk ook mee oefenen. Nou, waar leggen we dan de stop-loss in? Nou, die liggen we dan hier bij de 0,70. Dat is wel heel erg... dat vind ik ook te ruim. Zeggen. Anders ga jij je tegen je eigen regels inhandelen. Ik zou hem we leggen hem bij 0,72 zetten. 0,72, mee eens. Ja. Even kijken. Dan krijgen we daar ook een... Ja, precies. Ja, dit is maar even om ter demonstratie gewoon wat er dus mogelijk is. Maar voordat je een positie opent, moet je eigenlijk altijd kijken wat zijn dan de verschillende... Hoe ziet het eruit op verschillende timeframes? Ja. Dit is de uurgrafiek en dan zie je dat die natuurlijk stevig omhoog is gegaan. Ik pak wel even de 4 uur erbij, hoe die daarin uitziet. Nou, ja, longt aan de grond, zou ik zeggen. Het is gewoon, hij gaat er gewoon voor. Nou, we leggen hem even zo in. Pak even de euro-dollar erbij. Wat ik ook eventjes wil laten zien, is dat je heel makkelijk... ik vind dat op dit platform op zich heel erg fijn. Dan kun je heel makkelijk eventjes wat steun- en weerstandlijnen plaatsen. Dus dan pak je dat mooie potloodje. Zeg je nou, hier, want dit is natuurlijk wel een mooie supportlijn. De grote vraag is natuurlijk of die er doorheen gaat of niet. De resistance die ligt eigenlijk, de weerstand die ligt hier. En dat is dus... Gegeven hoe de situatie op dit moment voorstaat, ook vanwege dat de ECB binnenkort bij elkaar gaat komen, zou ik zeggen dat de kans groter is dat die niet door de weerstand heen gaat dan dat hij er wel doorheen gaat. Dus hier zou je kunnen zeggen, nou ja, ik wacht op die omkeert bij de weerstand. En dan neem ik een positie in. Nogmaals, ik laat het maar even snel zien hier. Kijk, hier heb je hem bij de uurgrafiek. Super mooi dat hij hem natuurlijk gewoon eventjes laat staan ook. En dan kun je zien hoe dat er op de uurgrafiek uitziet. En dan zie je dat hier wel een situatie aan het ontwikkelen is waarin je mogelijk op niet al te lange tijd de positie kunt innemen. Ja, en kun je misschien ook een Ichimoku in knallen, Jelle? Oh ja, de Ichimoku, want dat is een beetje jouw favoriete technische indicator. Ja, een stokpaardje, ja. Je kunt overigens, want ik doe het nu heel snel, maar je kunt hier dus, kijk, dit was die van de lijnen die je kunt zetten. Daarna zie je dus zo'n plusje met een dingetje. Daar kun je echt een heel arsenaal aan technische indicators hebben ze. Onder andere de Ichimoku. Nou, die kun je dan nog weer in de verschillende instellingen, maar vind je de instelling zo goed? Gewoon goed zo? Alleen ik mis de 52, want er moet een wolk laten zien en die laat hij niet zien. Dus moet ik even kijken hoe dat hier eruit ziet. Maar zit hem er gewoon in? Ik zet hem er gewoon in. Hoppakee. Nou, dat is... het gaat er eigenlijk om dat de koers dan boven die lijn uit moet breken. En dan moet je eigenlijk vanaf de longzijde opereren. Dan heb je iets qua houvast. Maar deze Ichimoku is niet goed, heel goed getekend, moet ik zeggen. Dus het heeft niks te maken met Jelle, maar aan het programma. Dan moet ik even induiken hoe dat precies zit. Maar dat als je overigens de MetaTrader platform hanteert, kun je Ichimoku ook erin zetten. Dus probeer het ook voor de deelnemers. Okay. Deze broker heeft dat in ieder geval ook. Die heeft ook MetaTrader. Ja. Nee, ik werk daar zelf niet mee, omdat ik als Mac-gebruiker is altijd een gedoe. Dus zo zie je maar weer. Dus dan hebben we de Relative Strength Index, die zal ik ook even bijpakken. Die kun je hier ook instellen. Ik wilde het zelf nog wel eens aanpassen, maar op dit moment is het deze wel goed. Dus dan wil ik graag die erbij zien. En dat tekent hij er ook in. En dan zie je dat hier wel in de buurt aan het komen is van overbought. Overigens... ik kan er nu te veel op ingaan op technische analyse, op specifieke indicators. Maar kan je wel zeggen dat over het algemeen moet je niet meteen short gaan op het moment dat de overbought lijn geraakt wordt. Of long als het aan de andere kant gebeurt. Maar moet je wachten tot die erboven is geweest en daarna en dan weer naar beneden gaat. Dat is eigenlijk wel het signaal. Ja, mag ik nog even iets toevoegen, Jelle? Ja, tuurlijk. Hou het gewoon heel erg eenvoudig, want ik heb ook op de dealroom gezeten met 15 traders en toen hadden we een eigen werkplek, zeg maar, en gingen we handelen. En op een gegeven moment was er ook een gast die die zat te handelen op de euro-dollar, op de Forex, en die had 10 indicatoren. En op een gegeven moment stonden dus 9 indicatoren op groen en toen moest hij op de 10e wachten, dat hij ook op groen sprong en toen ging hij pas in. Nou ja, dat betekent dus dat als alle indicatoren op groen staan, dan is de trend meestal voorbij. Maar nu komt het, hè. Op een gegeven moment, dat was daytrader, hij deed nooit wat. Toen zei de riskmanager van, het is leuk en aardig, je bent daytrader, maar je doet nooit wat. Ga gewoon in ieder geval 1 keer per week een trade doen. Lekker op daytrader. In plaats van een daytrader, maar op een gegeven moment zei die jongen ook van, ja, ik kap ermee. Ik word onder druk gezet om te handelen. Dus, dus die hebben we nooit weer teruggezien. Maar in ieder geval zorg in ieder geval dat je een bepaalde indicator hebt. Een indicator is gewoon een afleider van de prijs. Maar zorg in ieder geval pak iets wat jij prettig vindt om mee te werken. En hou het gewoon eenvoudig. Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Nou, gaan we meteen de daarbij het woord voegen. Even op dit moment doen we hem even weer heel makkelijk. Kun je ook zeggen, nou, ik wist alles weer. Hoppakee. En dan zie je weer gewoon de naakte grafiek. Meer een daydreamer inderdaad. Was dat dan een daytrader? Een daydreamer, die is leuk, Dico. Dat is wel een goeie. Ja. Dus terug naar de basis. Overigens, ik zou graag de tijd ook hebben om nu nog uit te leggen hoe de candlesticks, dat daar ook allerlei patronen in de grafiek in zitten. Daar is gewoon nu eigenlijk geen tijd voor. Ik ben wel bezig met het opzetten van iets om dat beter uit te leggen. Dus dat komt binnenkort wel. Maar daar is nu te weinig uit, want we zijn al bijna een uur bezig en we zijn nog niet eens helemaal klaar. Dat kunnen we misschien overigens wel doen in een volgende introductiewebinar. Als jullie deze introductiewebinar, als het jullie ligt, als je zegt van nou, dit is een goede format om het zo te doen, dan kan ik daar zeker op ingaan de volgende keer. Dus dat kunnen we misschien daar nog eventjes bekijken of dit kun je via een mailtje bekendmaken of we doen er nog even napraten dadelijk. Maar ja, er zijn natuurlijk grenzen per webinar. Ja, vertel Roen. Is er misschien een idee, Jelle, om de deelnemers, kijk, je kunt heel makkelijk dat demootje aanmaken. Ga zelfs een beetje stoeien met het programma, mochten er vragen zijn, dat we dat de volgende webinar gewoon oppakken. En het gaat niet om dat het goed of fout is, maar dat je er gewoon handigheid in krijgt, dat je gewoon charts weet te lezen. En ook als iemand een mooie strategie heeft, gooi het gewoon in de groep. En misschien dat we ook een keer een microfoon over kunnen dragen naar iemand anders. En ik moet ook zeggen dat dit is de tweede sessie die wij hebben gedaan. De eerste sessie was live trading. En dit is een soort theoretische, met achtergrondinformatie. Het idee is in ieder geval om enerzijds dus het webinar te doen met de basis. En anderzijds een live trading webinar waarbij we dus op de price action op dat moment gaan handelen. Ja. Ja, zeker weten. En daar gaan we natuurlijk meer in op hoe je echt moet handelen. En dan gaan we ook interessante trades uitkiezen. Net als de vorige keer hebben we dan ook gevraagd aan kunnen deelnemers ook zeggen, nou wat moeten we een grafiek voor je bekijken? Zullen we daar kunnen we dat ook wat interactiever doen. Maar ja, toen kregen we natuurlijk ook terug dat mensen zeiden, het is nog allemaal zo ingewikkeld. En dan moet je dus af en toe ook een introductiewebinar doen. Ik heb hier overigens nog even een linkje naar een forumpagina waar we de nieuwe live trading webinars ook aankondigen. Oké, dat is even de demonstratie. Maar nogmaals, we zouden graag laten graag weten, bijvoorbeeld in het forum topic is misschien wel het makkelijkste. Als je iets anders behandeld wil zien in het volgende introductiewebinar, laat het gewoon weten, want we nemen het zeker mee. Nou, oké, nou heb je dus een tradingplan, je hebt een prachtig platform, je kunt van alles doen. Waarom gaat het dan toch zo vaak mis? Want dat is zo, dat gaat zo vaak. Ja, ik heb hier mijn make-up nog niet op, maar gelukkig heb ik nog wel haar, zie ik. Kleine plukjes. Waar gaat het nou vaak mis? Omdat veel traders zich laten leiden door emotie. En angst is daarbij een hele sterke. Dus dat je eigenlijk wat ze zeggen, de uitspraak is eigenlijk, you have to cut your losses and let your profits run. Oftewel, verliezen moet je snel nemen en winst moet je zo lang mogelijk lopen. Maar de meeste mensen doen precies andersom. Namelijk, cut the profits and let the losses run. En dat heeft vaak te maken met de angst. En angst leidt ook tot impulsiviteit. Want mensen dan zeggen, ik ga meteen die positie openen. Ik ga het nu sluiten, want het gaat vast mis. En dan krijg je dus fouten en dan krijg je vervolgens een leeg account. Wat is dan het recept van Yoda voor succes? Althans, vrij vertaald. Hè? Ik heb al lang niet meer hierover gesproken, maar hij heeft net weer een nieuwe film uit. Dus hij heeft hier wel een mening over. Je moet de emotie eruit halen. Je hebt een tradingplan. Dat heb je niet voor niks zo neergezet. Je moet je daar dus ook aan houden. En hoe doe je dat? Doordat je discipline hebt. En dus dat je niet je plan tussentijds verandert. Je moet geduld hebben. Je moet niet te snel je plan veranderen. Je moet wel heel kritisch blijven kijken naar de dingen die je hebt ingesteld. Dus je moet wel bereid om te zeggen, ik heb het hier verkeerd gezien. Ik moet dit aanpassen. En je moet volharden. Het is misschien hadden jullie het iets anders willen horen, maar ik zou zeggen, als je na 3 keer een dansje om de badkuip doet, dan stroomt het geld er vanzelf in. Maar dat is niet zo. Met deze 4 punten kom je echt wel een heel eind in dat je je trainingplan ook echt sterk maakt en je er ook aan houdt en dan ook echt geld uithaalt. Maar dat kost dus tijd en moeite. Nou, dan wil ik nog een paar praktische tips geven. Voor beginners ook om mee te nemen. Het is allemaal helemaal niet zo heel spannend, maar het zal je zeker helpen. Veel beginnende traders gebruiken heel veel valutaparen. Dus die zien dat zo'n platform, en zien dat ze 60 verschillende valutaparen gaan traden en doen ze dat ook. Is niet slim. Je kunt in het begin beter zeggen, ik kies er 1, 2, misschien 3 uit. Daar leer ik de de patronen van kennen, hè, want dan krijg je een beter gevoel bij. En daar ga ik dan in handelen. Je moet je ook wennen om altijd een stop-loss en take-profit te zetten. Echt zonder uitzondering. Als beginnende trader kun je niet, zelfs niet om te beginnen met autorijden. Die kan niet zeggen, oh, maar ik hoef niet altijd over schouder te kijken, want ik weet wel dat er geen auto aankomt. Dat werkt niet. In het begin moet je zeker dan altijd vaste dingen altijd doen. Dus altijd stop-loss zetten, altijd een take-profit zetten. Je moet altijd meerdere timeframes gebruiken, omdat in meerdere timeframes kun je veel beter zien waar de prijsontwikkeling, waar de prijsactie nou eigenlijk zich in bevindt. Zoals we dat net eigenlijk ook deden met de Aussie dollar. Nou ja, zoals we al lieten zien, meer technische indicatoren is niet altijd beter. Zoals in gedachten het verhaal van Jan-Robert net over de daydreamer. Die moeten we daar eigenlijk maar inhouden zo. Een minimale risico-winstverhouding van 1 tot 1 zou ik je ook zeker aanraden. Want anders wordt het echt gekkigheid. Als je zegt van ja, ik riskeer 100 pips om er 25 te winnen, dan moet je het wel heel vaak goed hebben om key te spelen. En de laatste, ja, dat is misschien nog wel de belangrijkste, ook niet zeg maar wel heel belangrijk natuurlijk. Je moet je positie aanpassen aan, positiegrootte aanpassen aan je accountgrootte. Er zijn veel beginnende traders die veel te ruime posities innemen voor het kapitaal wat ze hebben. Dus dat... Dan ga je eigenlijk, ja, dan ben je eigenlijk jezelf aan het klaarzetten om je account op te blazen, ook al heb je een goed tradingplan. Ja, dit zijn maar even een aantal praktische tips. Dan hebben we nog een paar leuke dingen om te melden. Ten eerste het seminar. Jan-Robert, kom erin, zou ik zeggen. Wat hebben we ook weer bedacht? Ja, nou, er is een plan geopperd om begin januari. Dan is Jelle Peters ook vanuit New York in Nederland voor 2 weken. Op zaterdag 2 januari is een optie om van 2 uur tot 6 uur met onvermijdelijke borrel een forex trading te organiseren, een tradingmiddag. En de andere optie is op dinsdagavond van 7 uur tot 10 uur. Nou, wat hebben we bedacht? De middag kun je dus attenden, kun je bijwonen voor €147. Alleen de eerste 10 deelnemers, die straks reageren via de e-mail. En Jelle Peters zal dan de gegevens doorgeven. Nou, de eerste 10 aanmelders die willen komen, die kunnen voor €97 meedoen. En waar wordt het gehouden? Dat wordt de golfclub Pommerijn gehouden, centraal in Nederland, vlakbij Utrecht. En ja, dus in ieder geval is het de mogelijkheid of die zaterdag 2 januari of de dinsdag in de avond, of allebei, dat kan natuurlijk ook. Als er heel veel aanmeldingen zijn, dan doen we dat in 2 keer. Maar in ieder geval de eerste 10 deelnemers mogen mee. En misschien is dat leuk, de 16e... Ja, die mogen goedkoper, toch? Dat was het idee, toch? Ja, en dan de 16e december, dan hebben wij weer een live trading webinar. En we hebben bedacht, degene die de stand van de euro-dollar goed raadt. En dan doen we de slotstand van, op 16 december om 8 uur beginnen we. Dan gaan we kijken, wat is de stand van de euro-dollar? Ja. Op 16 december, die mag dan gratis naar die middag of avond. En dan mag je ook wel een paar pips van afzitten. Het gaat niet om de exacte stand, maar degene die het eerste erbij zit, het dichtste erbij zit, die mag dan gratis komen. En Jelle die heeft nog een leuke aanbieding voor als iemand nog anders wordt meegenomen. Ja, want het is inderdaad, want als je iemand meeneemt, dan mag je zelf voor de helft van de prijs. Dus als jij zegt ik geef me op en je hoort, kijk, de early birds die krijgen, wat was nou de prijs ook alweer, €97, Jan-Robert? €97 in plaats van 147. Ja, dus als je dan bij de early bird bent en je neemt ook nog iemand mee, dan mag jij voor €48,50. Ja. Daar maken we 50 van. En degene die je dan meeneemt, die gaat dan nog over de normale prijs natuurlijk, maar dan heb je nog steeds een hartstikke leuke deal. Daarvoor kun je gewoon een e-mail sturen naar info@forexinfo.nl. Dat je opgeeft. De eerste 10, die kunnen dus die worden als early bird aangemerkt. Daarna is het gewoon de normale prijs. Het wordt een hartstikke leuke middag. We gaan dan veel traden natuurlijk. Je kunt er eigenlijk krijgt allerlei vragen beantwoorden misschien ook kunnen we ook naar je account kijken. Even kijken of wat we daarmee kunnen doen. Dus het is zeker de moeite waard. We zijn nog even aan het kijken dus inderdaad, op welke dag we doen. Het wordt of de tweede of de vijfde, toch? Dat was het idee. De tweede op 's middags of de vijfde 's avonds. Precies, want de zaterdagmiddag, dat is dan 2 januari. Ik kan me voorstellen dat je dan familieverplichting hebt. Nou, misschien is, ben je misschien wel blij dat je van de familie af bent. Dat je even een middagje kunt meepakken. Dat kan. Dat is in mijn geval ook het geval, met alle gekheid. En de dinsdagavond, dat zou een optie kunnen zijn, want dan kunnen we ook Amerika meepakken met traden. Misschien is het een idee, of in ieder geval even toe te lichten waarom dat je daar naartoe zou moeten gaan. 1. Misschien zit je zelf met een aantal praktische vragen, hoe je je trading kan verbeteren. Wij zullen ook onze kennis overdragen, zeg maar, van waar let je op bij het handelen, hoe ga je in de markt, op wat voor basis, ook de techniek erachter, hoe kun jij je entries en exits fine-tunen, hoe kun je dat verbeteren en money management goed toepassen, dus ook volgens een bepaald systeem en ja, dus met traden, met handelen, zoals u ook weet, niks is goed of fout, maar het belangrijkste is een handelsplan, een strategie. Als je geen strategie hebt, ben je lost. Dus mocht ik vragen hebben, kun je ook die dag ook even hartelijk welkom. Ja. En tot slot nog even dit. Ik heb hier nog eventjes een linkje naar een pagina op forexinfo, waarbij je het boek gratis kunt krijgen. Dat is in samenwerking met Mark, waar we net ook het platform hebben laten zien. Als je al een account hebt bij Markets en je hebt nog nooit gestort, en je doet een storting van minimaal $300, dan krijg je het boek gratis. Je moet dan wel even een mailtje sturen. Ook weer naar info@forexinfo.nl. Dat staat overigens ook op deze pagina, daar niet van. Maar moet je even een mailtje sturen en dan krijg je het boek gratis thuisgestuurd. Als je het niet hebt, is het wel interessant. Het is toch €30 in de winkel. En dan is het, heb je het voor niks. $300. En als je een demo-account net hebt gemaakt via die link, dan val je daar ook al onder. Dus als je dan een eerste sorting doet, dan krijg je en moet je wel nog steeds een mailtje sturen en dan krijg je het boek ook gratis. Ik zie nog een vraag van Gauke. Ja, we zijn al de uur natuurlijk alweer uit of ik nog wat tips uit het boek kan geven. Laat het anders even weten via het forum, Gauke, dat in ons live trading webinar topic, dat je zegt van ik wil eigenlijk nog wat meer tips die en die kant op. Want dan nemen we dat mee voor de volgende keer. Omdat we dat zeker wel willen doen. Alleen ja, de ruimte is gewoon een beetje beperkt. Dus we moeten toch een bepaalde keuze maken. Maar we gaan zeker weer een nieuwe beginner webinar doen. Maar dan gaan we focussen op andere dingen. Want voor nu zijn we er wel een beetje, door de tijd heen. Ja, dus, is het al een minuutje tijd? Nou, nog niet. Even een paar minuten, Jelle. Okay. Met 2 minuten voor de prangende vragen. Voor iemand die niet kan slapen voordat hij die vraag gesteld heeft. Dat wil niet op ons geweten hebben. Stel nog even prangende vragen, jongens. Prangende vragen. En doen we dan een microfoon doorgeven? Proberen we die microfoon door te geven? Proberen we gewoon. Ja, heeft iemand een vraag die hij in de microfoon wil geven? Nu nemen we het risico wel. Maakt nu niet meer zoveel uit. Als dat misgaat, dan gaat het mis. Precies. Wie heeft een vraag? Ja, nu zijn ze allemaal stil. Ja, kom op jongens. Ik zag dat heel veel getypt en zo. En, vragen over, de webinar natuurlijk wel, over de Forex. Ja, en wat is een swinger? Nou, er zijn twee swingers. Nee. Eén swinger is inderdaad die een swing trade doet. Voor een aantal ik had al een heel andere gedachte. Dus het is eigenlijk, ik zat daar zelf een beetje verkeerd in. Okay, ja. Hey, zullen we het afspreken, Jelle? Van, ik zie geen vragen. Wat is nu duidelijk het verschil tussen fundamentele en technische analyse? Het meest simpele antwoord dat ik kan zeggen is dit. Technische analyse heeft te maken met kijken naar prijsactie. En op basis daarvan een uitspraak te doen over welke kant het op gaat. De prijsactie kan er van alles zijn. Dat kan zijn alleen maar naar de grafiek kijken. Maar je kan ook zeggen, ik kijk naar de ontwikkeling van de grafiek. Dus dan heb je het meer over technische indicatoren. Die kijken naar een specifiek onderdeel van de grafiek. Dus die zeggen bijvoorbeeld zelfs dan RSI. Die kijken dan naar het momentum. Dus hoeveel koersen zijn er, hoeveel slotstanden zijn er positief gesloten en hoeveel zijn er negatief gesloten. Nou, dat zeggen we dan iets over het momentum van de koers. Maar dat is dus echt prijsactie. Terwijl fundamentele analyse, dan kijk je echt naar, ja, hoewel er dus geen onderliggende waarde is aan valuta, zoals goud of zilver of kapitaalgoederen, is er uiteindelijk wel een onderliggende economie. Dus het makkelijkste wat ik dan zou kunnen zeggen is, fundamentele analyse is eigenlijk dat je kijkt naar de, eventjes voor de, toch makkelijk gezegd, naar de onderliggende waarde, namelijk de economie van een valuta. En dat je op basis daarvan probeert uitspraken te doen over waar die valuta is ten opzichte van andere valuta. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de euro-dollar, dan kun je nu bijvoorbeeld zeggen, nou, we hebben de ECB en de Fed, dat klopt. Maar je kunt ook zeggen, nou, de Europese economie draait ook gewoon minder goed dan de Amerikaanse economie. De groei in de Europese economie is lager. Dus de ECB moet ook meer doen om de groei vlot te trekken. En dus zie je dat daar fundamenteel gezien de euro dus ook in een zwakkere regio zit dan de dollar. Dus in die zin is dat dan fundamentele analyse. Ik hoop dat je vraag daarmee beantwoord is. Ja, en ik zie nog een vraag van Simone Melligers. Die zegt, ja, wat is een pip? Pip. Dat is inderdaad een eenheid waarmee je dus kunt meten van hoeveel dat een valutepaar is gestegen of gedaald. Kijk, met aandelen bijvoorbeeld €20,15. En van €20,15 naar €20,16 heb je 1 cent verdiend. Nou, met pips is het zo dat er dus het vierde cijfer achter de komma, dat is een pip. En om een voorbeeld te geven, als je een full size handelt van 100.000, dan is 1 pip vertegenwoordigt dan een waarde van 10. Mm-hmm. Ja. Dus ik weet niet of ik het goed heb uitgelegd, maar dan kun je dus, omdat je dan naar de valuteparen gaat kijken, als de euro-dollar bijvoorbeeld 1,0650 van 1,0650 naar 1,0660 gaat, dus 10 pips, dan verdien je bijvoorbeeld $100. Ja, en dan heb je ook nog de pipet. En de pipet is dan een 10e pip. Dat is eigenlijk, want je hebt, vroeger had je deden alle valuteparen waar 4 cijfers achter de komma, maar nu zei je ook, hebben veel brokers doen 5 cijfers achter de komma. En dan is die 5e, dat is dan de pipet. Maar dat is echt alleen maar een term natuurlijk, want 10 pipet zijn dan nog steeds 1 pip. Om het even af te maken. Ja, nou, nogmaals, als jullie vragen hebben ook over wat je de volgende keer graag meer uitgelicht ziet worden, dan doe dat ook graag via het forum, want dan kunnen we daar wat dieper op ingaan. Ik zie al net een vraag over leverage. We hadden straks inderdaad nog een vraag over, nog wat meer uitleg ook over dingen uit het boek. En dan is dat toch makkelijk om dat in een volgend webinar te doen. Wat vonden jullie overigens van deze webinar? Was het duidelijk? Hebben jullie er veel aan gehad? Moeten we dingen anders aanpakken? Want nu hebben jullie nog allemaal hier, dus spreek vrij uit. als je nog tips hebt, of als je het juist heel erg goed vond, dat we dit op deze manier moeten blijven doen. Even kijken. Er moet vervolg komen. Ja, dat idee heb ik ook. Ja, ja, maar dat klopt, want dat komt dus aan bod bij die live trading webinars en bij het fysieke seminar ook. Maar als dat is waar, dat kun je ook eventueel op de mail zetten. Dus als je wat dingen hebt, zet gewoon de mail en kunnen we dat gewoon meenemen de volgende keer. Ja, op de mail inderdaad, of inderdaad op het forum. Dat is eigenlijk allebei. Ik zet hier nog eventjes de link voor Martin Joseph van het trainingplatform dat we hebben gebruikt. En dan kun je dus ook het boek gratis krijgen als je een mailtje stuurt naar info@forexinfo.nl en een eerste storting doet van $300. Nou, we gaan dus zeker volgende keer weer gaan we verdiepen op deze basis verder. Voor Gauke, bij de live trading webinars gaan we echt wat dieper in op tradingstijlen en dergelijke. We zitten nog niet echt op het schema van een wekelijkse webinar. Daar gaan we misschien wel naartoe. De eerstvolgende nu is 16 december. Jullie krijgen allemaal een uitnodiging van ons in ieder geval. En dat is ook wel even goed om te zeggen. Iedereen die hier nu was, die krijgt eerst een uitnodiging. En dan wachten we even met de reclame ervoor te maken. Dus dat, webinars, inderdaad. Ja, zodat jullie in ieder geval, jullie zijn eigenlijk jullie hebben het eerste recht van keuze, zeg maar. klopt. En het is gratis. Het is gratis, ja, dat klopt. Ja, ook die van live, ook die van 16 december is gratis. Dus, als jij kan een VIP, natuurlijk hebben jullie die voorrang, absoluut. Nou, we gaan elkaar ook zien in Bunnik in januari. Dus, januari, ja. De live trading dag, dat zullen we ook in het forum zetten, denk ik. Maar dan moeten we toch eventjes, de dag moeten we nog even precies bepalen of het de tweede of de vijfde wordt. Even voor Thomas. Maar we gaan dus we gaan dat wel vermelden op het forum. Dus ook op dat, daar is een topic. Voor het live trading topic. Ik zal nog eventjes, want dat is natuurlijk alweer heel ver naar achter verdwenen nu die link. Ik zal hem nog eventjes bijdoen. In dit topic dus, op het forum. Daar bespreken we elke keer daar komt ook straks de video, de link naar de video zit ik daar ook weer bij. En ja, dus dan kunnen jullie daar alles zien. Maar dan is het nu wel tijd voor het muziekje, precies, vind ik. Ja, bijna. Ja, en dan kunnen jullie een mail sturen met informatie. Hè? In ieder geval tot de volgende keer, dames en heren. Je hoeft niet meteen weg, maar het is wel... Ik heb nu heel lang moeten wachten op het muziekje. Dus... jij hebt je muziekje. In ieder geval hartstikke leuk dat jullie er waren. Hey jongens, heel leuk dat jullie er waren. En tot 16 december dus. 16 december. Maak je goed, toch? Oké, ciao. Ciao. Zie je, nou... Absoluut, ja, mooi muziekje. Het valt in de smaak, Jelle. Ja, het is ook een soort van, van einde dan, zeg maar. Gewoon gezellig. Ja, absoluut. 16 december doen we dat ook natuurlijk. Doen we het na de persconferentie van Jelle. Heeft allemaal belangrijke dingen gezegd en dan doen wij even dit muziekje. Dat is toch leuk. Oké, ik zal me eindigen, dus. Jongens, tot de volgende keer allemaal. Ik zei hola, sola de nada. Precies. Doei.